Je zal je wel afvragen waarom ik er zo uitzie, maar ik ben bezig met een zelfportret te maken. En ik dacht, het is wel leuk om aan jullie te laten zien hoe ik dat allemaal doe en wat het idee is. Dus ik neem jullie even mee. We zijn in de studio en ik zal je even rondleiding hoe we alles hebben staan. Nou, zoals jullie kunnen zien staat hier achter de setting klaar. Het is namelijk een leitmotif die ik gebruik. Het is voor een keerselfie, voor Ellenchrome. En ik laat jullie nu zien hoe alles precies staat. Hier heb ik dus de camera staan met daarachter de leitmotif. En de camera heb ik aangesloten door middel van turret schieten naar Lightroom. En dan komen gelijk de foto's binnen. En dan zie je ook al een van de resultaten. Dit is mijn uitzicht van vandaag. Meestal sta ik dus achter de camera, maar nu ben ik vandaag ook het model. En ik zal jullie laten zien hoe ik het eigenlijk doe. Ik heb een rok aan. Ook een zwarte rok. Ook gelaagd. En wat ik ga doen is ik sta achter de softbox. Wat erin staat, dat lukt niet. En dan gooi ik eigenlijk mijn rok heel charmant zo eroverheen. En dan leg ik hem goed. Zodat het net lijkt of dat het één geheel is. Daar is de camera, de diep octa en aan de achterzijde met een blauw diode voor. Ik gebruik vandaag geen twee lampen, maar ik gebruik vandaag drie lampen. En ik zal jullie laten zien waar onze derde lamp verstopt zit. En dan kan je het misschien al een beetje raden. Ik heb hem namelijk onder mijn leitmodder gelegd. En kijk, daar zie je de unit. Die hebben we eronder gelegd. En wat je daar verder nog ziet, dat is een kruk. En ik zal proberen om deze ook nog een beetje te laten zien. Ja. Oké, dus die kruk blijft namelijk de leitmotif omhoog staan. Waardoor die een beetje gaat zweven. Zoals je hier kan zien. En dan komt de rook er heel mooi onder vandaan op de foto. Ben ik hier beland bij de achterzijde van de leitmotif. En daar hebben we een rookmachine geplaatst. Maar we hebben daar nog een beetje do-it-yourself gedaan. Want wij wilden de rook namelijk uit de rook laten komen. Of eigenlijk uit de softbox. En daar hebben we een stofzuigerstang. Aan vastgemaakt. En deze ging wel los, dus daar hebben we ook weer een hamer op gelegd. En dan ziet dat er zo uit. En dan heb ik hier de afstandsbediening. En daarmee bedien ik mijn rookmachine. En dat ga ik nu ook laten zien.